experimenten. Dus we gaan heel binnenkort van start met het Sinopharm vaccin. En het zal ook inderdaad zo zijn dat wij op meerdere locaties, maar we gaan starten op één locatie, dat is het POC, waarbij wij tegelijkertijd Sinopharm en AstraZeneca vaccin zullen toedienen. En dat zal een keuze zijn van de persoon zelf, die gaan bepalen welk vaccin die zou willen gebruiken. Is er al een datum bepaald voor de Sinopharm en AstraZeneca vaccinatiedag in POC? Het streven is gericht op komend weekend, waarbij wij dus op zaterdag willen starten. Natuurlijk moet alle documentatie wel rond zijn. En dan kunnen wij aanstaand weekend dus starten bij POC met het toedienen van Sinopharm, maar ook AstraZeneca-vaccin. Uit studies gebleken is dat AstraZeneca zeker 92% bestand is tegen de Delta-variant. Dat geeft ons geen vrijbrief dat we Delta-variant hier mogen hebben. Zowel Pfizer als AstraZeneca blijken heel effectief te zijn tegen Delta-variant. Maar AstraZeneca biedt wel, volgens de statistieken, 92% bescherming tegen Delta-variant. Dus we zijn blij dat het overgrote deel van de mensen in Suriname met het AstraZeneca-vaccin gevaccineerd zijn.